ik word daar zelf ook zo blij van. Als ik 's ochtends alleen al gewoon het pand inkom en ik ruik wat ze de vorige dag gedaan hebben. De ene dag is het beslag, de andere dag hebben ze gedestilleerd. Dan denk ik van ja, dit is waar het om gaat. Ja. En dat museum daarnaast is alleen maar achtergrondinformatie. En ja, die stokerij en die stokers, dat is zo leuk. Marjolein Beumer, de nieuwe directeur van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam. Klopt. Wie is Marjolein Beumer? Waar kom je vandaan? Ja, waar ik vandaan kom. Ik heb behoorlijk wat omzwervingen eigenlijk gemaakt in mijn leven. Maar het museale gedeelte is al thuis begonnen. Ik ben in Leiderdorp opgegroeid en dan kwam ik heel vaak in Leiden in de musea. En dat vond ik al superleuk. En het grappige was toen ik heb in het Troopmuseum gewerkt. En toen ik daar pas ging werken, toen ging ik thuis het een en ander opruimen en toen kwam ik een briefkaart tegen waarin ik toen ik 12 was op had geschreven, een briefkaart van het Tropenmuseum, waarop stond van wat een mooi museum en dit wil ik later ook gaan doen. Mm. Nou, dus daar is eigenlijk mijn passie voor musea begonnen. Ik heb antropologie gestudeerd, dus ik ben antropologe van huis uit. Specialiseerd in niet-westerse kunst en materiële cultuur. Ja. Dus dat... Dan past het Tropenmuseum in het plaatje. Precies, het Tropenmuseum past daar heel goed in. Ik ben daar trouwens op een andere manier terechtgekomen, want tijdens mijn studie werkte ik bij een ICT-bedrijfje wat software voor musea levert. Daar heb ik van alles gedaan. Toen had ik een project bij het Tropenmuseum en daar vond ik het zo leuk dat ik daar eigenlijk na een paar weken zei van ja, als jullie een baan voor me hebben, maakt niet uit wat, dan kom ik bij jullie werken. Nou, dat is inderdaad vrij snel gebeurd. Dat heb ik ook gedaan. Daar heb ik 8 jaar lang de hele collectie digitalisering opgezet. Dus van fotograferen van objecten, beschrijven van objecten, dingen in depots, van alles en nog wat. En nou, dat was super leuk, want dat sloot natuurlijk heel erg aan bij wat ik in mijn studie had gedaan. Mm-hmm. Maar toen op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje uit Delft. En toen zei een conservator daar van Museum Nusantara, het Indonesië Museum, die zei van, ja, dat wat je in Amsterdam hebt gedaan, wil je dat ook in Delft komen doen? En dat was ook net op het moment dat daar eigenlijk in Amsterdam alles op orde was. Mm-hmm. Dus toen zei ik van, nou, dat is eigenlijk wel... De klus was klaar? Ja, de klus was eigenlijk klaar. Iedereen die kon daar gewoon aan het werk en alles was goed geregeld. Zei ik van, ja, dat is wel een leuke uitdaging, laat ik naar Delft gaan. Dus ik naar Delft. In Delft. En ook dat museum past weer bij antropologie studie. Ja, dat was natuurlijk de link, het Nusantara. Ik dacht van ja, nou, dat vind ik wel heel gaaf. Maar er zaten ook nog andere musea daarbij. Het heette toen Erfgoed Delft. En daar zaten de gemeentemusea bij. Het Prinsenhof, Lambert van Meerten en Nusantara. Maar ook het archief en archeologie. Mm-hmm. En dat vond ik ook een hele leuke inhoudelijke combinatie. Dacht ik van ja, daar kan je hele mooie verhalen vertellen. Dus... ja, nou, dat ga ik gewoon doen. Ja. Dus ik naar Delft. En daar heb ik eigenlijk ben ik begonnen met collectie digitalisering. Maar ja, het is een gemeentelijke organisatie, dus daar zijn af en toe nogal eens reorganisaties en verschuivingen in functies. Dus eerst collectie digitalisering, daarna ben ik projectleider van allerlei digitale dingen geweest, zoals websites ontwikkelen voor de verschillende organisaties. Maar ik heb ook Wiki Delft, een verhalenwebsite, daarop gezet. Okay. En daarna ben ik teamleider communicatie marketing geworden. Daarna weer projectleider en uiteindelijk projectleider tentoonstellingen. En daar heb ik tot nu toe mijn allergrootste klus gedaan. En dat was de planning en productie van de hele herinrichting van het Prinsenhof. Mm-hmm. Dat hebben we in hele korte tijd met een beperkt budget hebben we dat helemaal voor elkaar gekregen met z'n allen. En dat was echt ontzettend leuk. Dat was vrij recent. Dat was vrij recent. We zijn in 2014 in mei is het heropend. Mm-hmm. We zijn toen in het voorjaar dicht gegaan. We hadden 3 maanden om op te bouwen. En dat heb ik daar als een hele leuke klus ervaren met allemaal externe partijen en het maken van tentoonstellingen helemaal nadenken over hoe je zo'n museum opnieuw inricht. Dus dat was echt superleuk. Ja. En die klus was klaar en toen kwam de vacature directeur Jenevermuseum om de hoek. Nou, eigenlijk ging het zo niet.
Want na de herinrichting was ik nog steeds projectleider tentoonstellingen en was er een meerjarenplanning voor iets van 3-4 jaar. Waar ontzettend gave tentoonstellingen gepland stonden die ik allemaal mocht gaan maken. Mm-hmm. Dus daar heb ik me ook helemaal ingestort. Een van de tentoonstellingen was Schoonhoven, die samen met Delft en Schiedam gemaakt wordt, die 31 oktober opengaat. Daar zat ik middenin. Mm-hmm. En op een gegeven moment hoorde ik van een collega die uit Schiedam komt van nou, ik geloof dat er binnenkort een vacature bij het Jenevermuseum vrijkomt. Is dat niet wat voor jou? En toen keek ik er aan, toen heb ik er eigenlijk uitgelachen en gezegd van nou ja, nee, wat een gekkigheid. En waarom vond je dat gekkigheid? Omdat het Jenevermuseum was? Nee, omdat ik helemaal niet op zoek was naar een andere baan. Dus ik was nog helemaal niet aan het nadenken om iets anders te doen. Nee. Dus daarom heb ik zoiets van, waar heb je het over? Maar toen ging ik daar wat langer over nadenken, dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. En de reden dat ik het zo leuk vond toen al, was omdat het van alles wat ik gedaan heb in de afgelopen jaren, zowel in Delft, maar ook in Amsterdam en daarvoor, bij elkaar komt en combineert. Mm-hmm. En nou ja, daar komt ook nog bij dat ik ook nog een liefhebber van Jenever ben. Dus ja, dat 1 en 1 was al snel 2. De link naar Schiedam, die was er al? Naar Schiedam niet per se, maar wel naar Jenever en alles wat daaromheen zit. Ik was al vaker hier in het museum geweest, mm-hmm. sowieso. Maar juist zo'n museum wat niet te groot is, maar wat wel heel veel potentie heeft. Met zo'n branderij erbij en een prachtig pand, een hele leuke collectie en dan alle verhalen van de stad. Ja, dat is precies waar al mijn passie in mijn werk naartoe gaat. Dus dat, toen dacht ik, oh, dit kan misschien wel eens leuk zijn. Mm-hmm. Dus ik heb een open sollicitatie gestuurd. Zo van, nou, wat vervelend dat jullie directeur weggaat, maar volgens mij is dit echt iets voor mij. Nou, toen was er nog helemaal geen vacature of wat dan ook. Mm-hmm. Dus dat was meer gewoon een spontane actie. En toen, op een gegeven moment, toen kwam de vacature daadwerkelijk beschikbaar. En toen, nou ja, toen heb ik daar verder op gereageerd. En toen ben ik dus in de sollicitatieprocedure terechtgekomen. Ja. Tussen heel veel andere kandidaten. Tussen heel veel andere kandidaten, ja. En, ja. Wat denk jij dat het bestuur over de streep heeft getrokken om jou te kiezen? Ik denk dat vooral erin zit dat ik gewoon veel museale ervaring heb. Mm-hmm. En dan ook op heel veel verschillende vlakken. Van alle markten thuis? Ja, van alle markten thuis inderdaad. En vooral de combinatie van digitalisering, van hoe ga je nou met je publiek om? Hoe kan je nou verder je communicatie naar buiten doen? Maar ook heel veel ervaring met collecties, met eigenlijk ja, alle verschillende onderdelen van zo'n museum. En, mm-hmm. En daarnaast, omdat ik dus altijd projectleider ben geweest, ben ik dan ook nog wel redelijk goed in plannen en begrotingen en allemaal dat soort zaken. Dus, want het gaat natuurlijk niet alleen over het museum en de tentoonstellingen als je directeur bent. Ja. En sowieso, als ik het over het museum heb, dan heb ik het over de molen, de Nieuwe Palmboom, het museum, het Jenevermuseum en de branderij. Dat zijn echt 3 aparte takken van sport. Ja. En als directeur van zo'n kleine instelling met weinig medewerkers moet je dus ook zelf je met heel veel dingen gaan bemoeien. Ja. En plannen ergens maken. In een directiekamer achteraf, maar hands-on. Nee. Ja, precies, heel erg hands-on en heel erg meedenken en het samen met de medewerkers doen. Ja. En niet te vergeten de vrijwilligers, want dit museum draait gewoon op alle vrijwilligers en de vrienden. Want zonder hun zouden dit echt niet allemaal kunnen doen. En dat vind ik het mooie van een museum zoals dit, zodat je echt gezamenlijk aan de slag kan en gezamenlijk er iets moois van kan maken. Het is wel een stuk kleiner dan die andere musea waar je gewerkt hebt. Ja, dat wel. Maar ik heb zelf in ieder geval op dit moment helemaal niet de ambitie om aan het hoofd van een groot museum te staan. Mm-hmm. Omdat je dan inderdaad alleen maar met beleid bezighoudt en alleen maar met de stad of de relaties of de fondsen en de gemeente. En ik wil veel liever ook die andere dingen kunnen doen. Dus met de depotbeheerder gaan kijken van nou, hoe gaan we het nou aanpakken, hoe gaan we digitaliseren, et cetera. En met de mensen die de communicatie doen, de richting bepalen van wat is je uitstraling, wie zijn je doelgroepen.
En ook het maken van tentoonstellingen. Mm. Dat vind ik ontzettend leuk. En ik vind het ook heel leuk om vooral dat proces te begeleiden. Maar ook om mee te denken van wat past er nou bij een museum. En dat is iets wat in zo'n organisatie kan. Ja. En moet ook, want je zit maar met een paar mensen. Dus je moet het toch met z'n allen doen. En dan kan ik niet achter mijn bureau blijven zitten met mijn voeten op tafel en zeggen van doen jullie het maar. Nee. Dus dat is ook niet de stijl van een antropoloog. Nee, precies. Ja, dat komt er dan natuurlijk inderdaad wel stiekem wel weer naar voren. Omdat ik heb antropologie in Leiden gedaan en daar leerde je participerende observatie. Je moet echt met de mensen, onder de mensen. En alleen op die manier kan je daar feeling voor krijgen. Ja. En ontstaat er iets moois. Dus dat is inderdaad wel een stukje wat nog in mij zit van ja, ik ben iemand die echt met anderen iets wil doen. Ja. Even terug naar je jeneverliefde. Ja. Waar komt dat vandaan? Nou, eigenlijk is mijn liefde van jenever nou, misschien 5 jaar oud, denk ik. Ik was een whisky-liefhebber. Ik heb eigenlijk nooit iets gegeven om wijn en bier en dat soort dingen. Maar whisky wel, dus dat had ik al leren drinken. En op een gegeven moment ben ik naar Delft verhuisd. En toen zijn we daar via de archeologen van Erfgoed Delft in een café terechtgekomen. Mm-hmm. Het oudste café van Delft, dus dat klonk al leuk. Bierhuis de Klomp. En daar zei ik van ja, ik drink geen bier, ik drink geen wijn. Ja, wat moet ik nou? En toen zei de waardin tegen mij van nou ja, als jij whisky lust, lust je ook jenever. Mm-hmm. Dus ze zei van nou, kom maar op. En wat heeft ze toen ingeschonken? Volgens mij is ze begonnen met korenwijn. En ik denk van Zuiddam, maar dat kan ik me niet helemaal meer herinneren. Maar ik denk dat het daar begonnen is. Mm-hmm. En bij hun staat het op de plank zo rechtsboven de korenwijn naar de oude jenever en beneden de jonge en dan de zoete. En vervolgens heeft zij mij dus van rechts naar links, van boven naar beneden, alle jenevers leren drinken. En maar niet in één avond, toch? Nee, gelukkig niet. Dat heeft wel tijd gekost. Ja. Maar ja, daar is echt mijn passie voor jenever ontstaan en ook het verhaal erachter. En wat heeft jouw voorkeur? Oude jenever, jonge jenever, korenwijn? Ja, dat is dus een vraag die inderdaad wel vaak gesteld wordt, ook bij whiskies. Van wat vind je nou het lekkerste? Nou, dat ik heb geen voorkeur. Het ligt zo nou aan het tijdstip, aan het weer, aan mijn gemoedstoestand, wat ik lekker vind. De ene keer dan drink ik een jonge jenever en de andere keer dan ga ik voor een single cask, oude jenever. Ja, dat is maar net hoe mijn pet staat. Ja. Dat, ik vind ze eigenlijk bijna allemaal lekker tegenwoordig. Okay. Dus dat is ook wel een beetje. Daar zit een stukje passie in. Ja. En die passie ga je proberen over te brengen op de mensen die je in je museum te gast wil hebben? Nou zeker, ja. Want ik ben ervan overtuigd dat jenever voor heel veel mensen een guilty pleasure is. Want, dus het is het drankje wat opa drinkt? Het is het drankje wat opa drinkt, maar nu kom ik erachter dat iedereen het drinkt en iedereen het lekker vindt. Alleen ze durven er niet voor uit te komen. Ja. Wel tegen mij, nu ik zeg dat ik hier aan het werk ben, dan zegt hij, ja, weet je, ja, eigenlijk vind ik dat super lekker en ik vind het ook heel leuk, maar ja, Dus, en de gin heeft daarbij geholpen, want gin is natuurlijk heel erg hip en daar kan je ook met cocktails dingen doen, dat is heel laagdrempelig. Dus daar durven mensen wel voor uit te komen. Ja. Maar zodra het dan over je neven gaat, zijn ze wat terughoudend. Maar ik denk dat die twee dingen dus heel makkelijk met elkaar samen kunnen gaan en elkaar kunnen versterken. En het mooie is dat wij hier in het museum het verhaal erachter kunnen vertellen. Ja. Dus de ambacht en inderdaad de verhalen van de mensen. Hoe ging dat vroeger hier? Mm-hmm. Maar ook hoe gaat dat nu nog in al die bedrijven die hier bijvoorbeeld in Schiedam zitten, maar ook in het rest van het land. Ja. En, je zegt de verhalen van de mensen. Ja. Want het verhaal wat hier tot nog toe verteld werd, was niet het verhaal van de mensen die het jenever maakten, maar over het product. Ja. Nou, wat mij betreft, maar dat vind ik voor alle musea en voor alle collecties, dat als je een verhaal vertelt, moet het altijd vanuit de mens. Nou,
komt mijn antropoloog natuurlijk weer naar voren. Sorry daarvoor, maar dat is zo. Ik denk altijd als je iets vertelt vanuit jezelf of vanuit een andere persoon, het veel makkelijker aankomt en dat je het dan gaat begrijpen. Mm-hmm. En jenever heeft zo'n grote invloed gehad op Nederland, op de Nederlandse industrie, op de samenleving, maar vooral ook op Schiedam. Alles in de stad ademt, ja. Jenever, of het nou door de zakkendragers is of de boeren eromheen. Ooit heeft iedereen altijd een link hier met jenever gehad. Ja. En die verhalen, daar wil ik graag naar op zoek. Ja. En die wil ik niet alleen maar in het museum laten zien, maar ook nou ja, digitaal, op internet en op dat soort media. Ja. Want die verhalen, daar draait het wat mij betreft om. En daar, dan stap je ook af van het ouderwetse dingen op een rijtje zetten en die het verhaal laten vertellen? Het is een combinatie, omdat ik denk dat je sowieso nog echt iets over het product moet vertellen. Mm-hmm. Je wil mensen toch leren van wat is jenever, hoe is het ontstaan en hoe heeft zich dat ontwikkeld naar nu? Mm-hmm. Hoe kan het dat de gin nu zo hip is? Maar dat kan je ook doen vanuit die verhalen van de mensen. Ja. En dan heb je die objecten, al die flesjes heb je dan alsnog nodig. Maar het is net wat je er omheen vertelt, zodat mensen het net iets interessanter vinden of dat je meer raakt en dat je denkt, zo zit dat dus. Ja. En ik denk dat het uitgangspunt is of moet zijn van elk museum. Dat je even iets teweeg brengt bij de mensen, dat ze naar huis gaan, dat ze denken, dat was leuk. En we gaan nog een keer terug, want ja. Misschien komt er dan een nieuwe tentoonstelling of er komt een Jeneverfestival aan of iets anders in de stad. Dat mensen daar gewoon wat meer idee bij hebben dat er hier dan ook wel echt iets te beleven valt. Ja. En dat jenever of gin of alles daaromheen, dat ook heel leuk is. En om die passie dan ook op die mensen over te brengen. Dat de geschiedenis ook een beetje gaat leven. Precies, want de geschiedenis gaat ook alleen maar leven als je het nu kan begrijpen. En als je kan zien wat dat voor invloed heeft op jezelf nu. Dan ga je het snappen. Anders wordt het alleen jaartallen en dan is het eigenlijk niet interessant. Dan wordt het stoffig. Ja. In de politiek wordt ook regelmatig over de Schiedamse musea gesproken. Het Stedelijk Museum had wat extra financiële steun nodig. Het Jenevermuseum heeft ook een gaatje wat gevuld moest worden. Bij die discussies in de politiek wordt vaak gezegd, die musea moeten meer samenwerken. Eigenlijk is één directeur voor de Schiedamse musea genoeg. Het Jenevermuseum heeft nu een nieuwe directeur. Ja. Jij gaat niet over de scepter zwaaien over het Stedelijk Museum. Nee, absoluut niet. Nee, kijk, tussen samenwerken en organisatorische samenvoeging, dat zijn echt wel twee hele verschillende dingen. Kijk, die samenwerking, dat is echt gewoon een must. En ik ben ervan overtuigd dat als wij als Jenevermuseum dingen met het Stedelijk samen gaan doen, dat het alleen maar heel veel energie oplevert en dat we hele mooie dingen kunnen gaan maken en dat je dan dat verhaal over de stad heel goed kan vertellen. En dat is iets waar we in de komende maanden heel hard aan gaan werken in de stad, om die samenwerking te zoeken, te kijken van waar zit nou die overlap qua thema's of passies, mm-hmm. of om daar dingen te vinden waarin je zegt van dat moeten we wel samen doen. Waarom? Het is raar om het niet samen te doen. En dat is vooral hoe ik die samenwerking interpreteer. Dat je gewoon kijkt van waar hebben wij nou die link, mm-hmm. met elkaar en waar kunnen we onszelf versterken daardoor, maar juist de stad. Want een bezoeker aan de stad heeft er geen boodschap aan hoe wij organisatorisch in elkaar zitten. Nee. Die willen een leuke dag. En iemand die komt voor het Jenevermuseum, die zal ook niet zo makkelijk bij het Stedelijk Museum naar binnen lopen. Want de doelgroep is heel anders. Ja. Tenzij je dus zegt van mensen die in de geschiedenis geïnteresseerd zijn, er is nu ook een tentoonstelling over de geschiedenis van Schiedam in het Stedelijk. Dan vind je dat misschien ook interessant. Ja. Of je doet sowieso activiteiten of tentoonstellingen samen, waarbij het dan duidelijk is van je komt al ergens waar die samenwerking heel erg evident is. En dan vindt de bezoeker dat ook logisch en leuk. Ja.
Het moet nooit geforceerd zijn. Ja. Als ik dat zo hoor, dan gaat er best wat veranderen in het Geneve Museum. Maar ik neem aan dat de stokerij gewoon blijft. De stokerij is echt een van de belangrijkste onderdelen van het Nationaal Geneve Museum. Dat is echt ons unique selling point. Daar zal ik mijn hart voor maken om dat nog beter in de markt te zetten. Want ja, dat wat wij hier hebben, dat is gewoon bijna nergens. En dat, ja, ik word daar zelf ook zo blij van. Als ik 's ochtends alleen al gewoon het pand in kom en ik ruik wat ze de vorige dag gedaan hebben. De ene dag is het beslag, de andere dag hebben ze gedestilleerd. Dan denk ik van ja, dit is waar het om gaat. Ja. En dat museum daarnaast is alleen maar achtergrondinformatie. En ja, die stokerij en die stokers, dat is zo leuk. Ja, dat zou iets zijn waarvan ik echt tegen iedereen zou zeggen van, nou, kom in ieder geval naar die stokerij kijken. Want ja, dat is zo uniek. En ja, als ik daar binnenloop, dan ben ik gelijk ben ik verkocht. Dus dat, ja, en de andere musea hebben dat niet. En wij hebben het wel.